They'll make their way down, checking doors, checking closets, checking temperatures. They will pretty much check everything, trust me. Na een onaangekondigde controle krijgt deze broodjeszaak in stadsdeel Queens als eerste het nieuwe rapportcijfer uitgereikt. Gelukkig voor hen de hoogste score, een A. It feels great that we passed with flying colors and our customers will see the A on the window and be pleased that we have a clean store. Regels voor horeca worden in deze stad steeds verder aangescherpt. Na het rookverbod, verbod op transvetten, een verplichte calorieënindex en het aan banden leggen van zout, nu dus dat nieuwe scoresysteem. We hope the system will over time increase, improve the food safety practices of restaurants, and that'll reduce the amount of food-related illness in New York City. We're very excited about this program. In buurten als Chinatown kan de overdaad aan eettentjes leiden tot eindeloos dralen. Je wil niet alleen lekker eten, maar ook een schone keuken. De buurt is berucht als het op hygiëne aankomt en vreest voor lage scores. Kijk ze eens hangen, de Peking eenden. New York heeft 24.000 restaurants. En volgens sommige schattingen zal maar 1 op de 3 daarvan die felbegeerde letter A ontvangen. De keus voor een restaurant wordt met de koeienletters een stuk makkelijker. Een B betekent dat er al flink wat overtredingen zijn begaan. Een C is bedoeld om klanten echt af te schrikken. Maar in Chinatown hebben sommigen hun eigen uitleg voor de scores al klaar liggen. Oh, the A, that means and then that is excellent. Okay. B is good and C is improved. Nou, niet helemaal. Toch vrezen restauranthouders dat het kleine overtredingen zijn die zullen leiden tot slechte scores. De Bond voor Restaurants vindt het systeem misleidend. Things that have no relation to food safety may impact their letter grade. For instance, a dimly lit light bulb in a storage closet or a dented can that hasn't been segregated from other dented cans. Klanten vinden het in elk geval een goede manier om de restaurants tot verbetering te dwingen. They will just come in and just think that they can just throw things together and people are gonna sit there and be satisfied with it. If there's cockroaches or whatever else goes on which gives it a bad grade, then I'm not gonna go out my way to go there. New York was de eerste stad ter wereld met een rookverbod in de horeca. Wellicht is het volgende dat overwaait dit lettersysteem. Erik Mout aan RTL Nieuws, New York.